strandhuisjes, de Tesselboot of een leuke zeehond. Misschien komt jouw foto hier wel te hangen op megaformaat. Maar de Tesselse fotograaf en tevens jurylid Patrick de Graaf is wel op zoek naar iets bijzonders. Ja, we zijn echt op zoek naar prachtige, typisch Tesselse plaatjes. Maar Tesselse plaatjes zijn natuurlijk niet alleen de vuurtoren. Maar zoals jullie hier zien, gewoon een bosrijke omgeving is ook typisch Tessels. Dus ik ben heel erg benieuwd wat jullie daarvan kunnen maken. Is dit ook een mooi plekje? Ja, kunnen we hier mooi een beetje beschut zitten. Maar hoe maak je nou zo'n mooie Tesselse foto? Doe je eigen ding. Inderdaad, ga een uur voor zonsopgang of zonsondergang voor mooie ondergaande zonnen. Of vroeg in de ochtend. Ga dan kijken naar vogels of schapen, lammetjes. Die beginnen dan ook een beetje actief te worden. Ik denk dat dat de juiste plekken zijn. Vanaf vrijdag kunt u een week lang al uw mooie Tesselfoto's insturen. En misschien komt die van u dan wel hier te hangen.